met Fran even buiten rit, omdat het heel mooi weer is. Ja, zeker. Ja, er staat wel een woei. Moet Tess die gat groomen. Hier. Ja, ik ga groomen. Oh nee, toch niet. Nou, we zitten alweer in de auto. Moeders, hoe is het gegaan? Ja, het ging heel lekker. Ik was samen met Boef en Maya even buiten om het stappen. Dus wie is Boef? Dat is een hond. Dus dat was gezellig en lekker uurtje buiten omgestapt. Even spullen opgeruimd. Nu naar huis ga ik even douchen. Tess die gaat spullen bij elkaar zoeken en dan gaan we naar werk op, toch? Ja, dat is het plan. Ik ga Boris ook rijden, want dat is ook weer eens tijd. Dat is mijn planning voor vandaag. Ik ga Boris nu rijden in de buitenbak. Dat vind ik fijn rijden, met z'n allen twee. Ik ga letten op dat een beetje met de letter rijden, want dat vind ik zelf wel lastig om en op Boris te letten en om op de letter te rijden. Want ik wil figuurtjes gaan rijden en daar goed op gaan letten. Zadel, want het ging eigenlijk best wel heel erg goed. In het begin dacht hij echt, wat doe jij nou? Maar daarna dacht hij van, ah ja, hey, ik ben mezelf. Ik heb ook nog met zadel gereden, dat ging ook wel heel erg goed. Toen was de dag voorbij. Zondag vandaag staat veel woei en ik merk dat de microfoon dat toch niet goed oppakt. Zou ik eigenlijk die andere er weer aan moeten doen. Ik ga rijden met Verona. Tess is thuisgebleven, die gaat samen met haar broer jachtseizoen spelen. En dan gaan we vanmiddag naar de Arkelhoeve. Vroon en ik zijn er allebei helemaal klaar voor, dus we gaan lekker rijden. Er staat veel woei. Ik ben bang dat de camera dan van het hek afvalt, ondanks dat we daar een speciaal apparaat voor hebben. Dus misschien dat ik ook met mijn telefoon nog even film, maar anders dan zijn we straks weer bij jullie terug. En dan met Tess op de Arkhoeve. Oh, Blondie wil even haar mond poetsen. We hebben eerst in de bak gereden, tenminste ik heb met Verona in de bak gereden en dat ging voor geen meter. Op een of andere manier zijn twee aangewijze oude merries die op geen enkele manier met elkaar willen praten, geloof ik. Dus dat maakt het een beetje lastig. Daarna heb ik buitenom even uitgestapt, dus dat ging wel prima. En zoals ik zei, dan gaan we nu verder met Tess. Wat ga je doen? Ik ga vandaag met Daan, Boris en Blondie op buitenrit. Met Blondie ben ik wel op buitenrit geweest, maar Boris nog niet. Dus ik ben benieuwd wat hij doet. Daan die gaat de GoPro opzetten volgens mij. Wist je dat zelf ook al? Oh ja. En Blondie is even haar neus aan het poetsen. De GoPro beelden waren kapot, dus dan gaat het nu niet meer. Zo, ik ben van 9:15 tot 4:00 heb ik aan school gezeten. Dat is erg lang, Emma. Ja, dat is zeker lang, maar dat is wel goed. Frodo wordt door Elisa gedaan vandaag. Want Elisa die heeft net zoals de rest van de mensen, behalve schoolwerk, niet heel veel te doen. Dus was ze super blij dat ze Frodo mocht doen. Ja, toch? Ja, klopt. Het is fijn dat we een bijrijder hebben. Ja. Kim heeft het ook druk met school. Die heeft meer online lessen ook. En het was dus heel fijn dat Elisa wel kon. Voornamelijk ook omdat we het heel druk hebben momenteel. Dat komt omdat iedereen natuurlijk graag online dingen wil doen. Wat super gaaf is, maar ik kan mezelf niet in tweeën delen. Nee. En we hebben natuurlijk ook twee meneesjes. En we moeten ons aan de coronaregels houden. Dus het is een beetje hectisch momenteel. Ja. Wij gaan nu naar de Arkhoeve toe. Daar ga ik Blondie en Boris poetsen, want ik heb Blondie lang gereden. Iets van
3-4 dagen achter elkaar. Boris heb ik ook weer 2 dagen gereden, dus vandaag hebben ze een dagje vrij. Ik ga ze even lekker poetsen, even met ze wandelen, want het is lekker weer. We zijn op de Arkhoeve. Blondie heeft echt heel veel haar, winterhaar. En het begint weer warm te worden, Blondie nee. En ik heb nu verschillende dingen geprobeerd, maar ze wil maar niet verharen. Echt nergens. Ik heb met allerlei dingen geprobeerd. Jongens, help me alsjeblieft. Waarmee komt er snel haar van mijn pony af? Want ik word er wel een beetje gek van. Want ze heeft het heel snel warm en dat wil ik niet. En scheren wil ik ook niet. Dus ja, ik moet iets hebben waardoor het snel weggaat. Auw, dat was mijn hoofd. Zo, we zijn net live gegaan en dat was leuk. Dus wil je zien hoe Tess Blondie aan het opzadelen was, dan kun je daar ergens klikken en dan zie je de livestream. Nu heeft ze les. Mijn telefoon was ook leeg, bijna leeg. Hallo, hallo, hallo. Ik heb zo'n les vandaan. Ik zit nu op Blondie. We hebben net een livestream gedaan, echt super leuk. En je mag je ringvinger iets naar beneden toe spelen. Je kan alleen een paard zijn lijf trainen als jouw gedachte bij dat lijf is. Jij als ruiter maakt het verschil. Als jij alleen maar bezig bent met die 5%, hè, dat hebben we wel eens gezegd, die 5% en die 95%. Weet je die nog? Je bent er meteen doorstappen. Meteen doorstappen. Zo ja. Dan ben je zeg maar alleen maar druk aan het maken om mondhoeken. Terwijl er nog een hele hals, schouders, een midden, een achterhand aan vasthangt. 4 benen. Daar zit je werk. Want als dat voor elkaar is, dan is de voorkant gaat vanzelf. Maar als je dat lijf niet voor elkaar hebt, ja, dan is ze ook aan de voorkant heel sterk. Omdat ze haar lichaam niet gebruikt. Je kan gewoon iets minder hard knijpen. Je hoeft het niet los te gooien. Zeker niet. Zo ja. Ja, krijg je genoeg reactie? Zo, ja, goed zo. Nou, ik heb Tess uitgezet. We doen het nu natuurlijk in deze tijd van corona even vanuit een kantine. We hebben gebeld samen met oortjes. Het ging eigenlijk heel goed. Tess was in het begin een beetje, dan spant ze te veel in de lijf, waardoor ze het eigenlijk een beetje te goed wil doen. En daar reageert Blondie best wel op. Maar na gelang van tijd zag je Tess lekker in de lijf ontspannen. En dan zie je dat eigenlijk ook meteen terug in Blondie, dat hij ook meteen zichzelf lekker ontspant. En dan krijgt ze van die wiebeloortjes. Dus we zijn eigenlijk heel goed geëindigd. En nou, dit zullen jullie niet vaak zien, maar op deze stapmolen staat geen stroom. En Blondie die is nogal bang voor het wapperende gaas. Nu heeft Tess bedacht, eigenlijk had Daan het bedacht, maar Tess die voert het uit. Dat je dan samen in de stapmolen gaat. Nou moet ik zeggen dat het voor eigenlijk een goede kinderbezigheid is. Want nu hoef ik natuurlijk ook niet mijn kind uit te laten. Die komt gewoon aan de stapjes zo. Dus mij is vandaag donderdag. En ik ben hier met Boris. Ik ben hier met Boris. Ja, Boris. Boris heeft zijn zadel al op, want ik ga vandaag met hem rijden. Ik heb vandaag op Blondie en op Boris gereden. Met Blondie reden ook nog andere mensen in de bak, daardoor hebben we het niet gefilmd. Boris hebben wel nog een klein stukje gefilmd. Volgens mij ging het best wel heel erg goed. Nou, voor mijn gevoel in ieder geval. Want ik had in mijn hoofd bedacht. Ik ga tussen deze letters ga ik stappen, tussen deze letters ga ik draven, tussen deze letters ga ik galopperen. Daar maak ik gebroken lijnen. Dat ging ik allemaal in mijn hoofd bedenken. Visualiseren. En dat heeft eigenlijk best wel heel erg goed geholpen. Dus dat kunnen jullie misschien ook een keer proberen. Omdat het echt voor mij heel erg fijn werkt met Boris. Met Blondie heb ik vooral gezorgd dat ze haar hoofd niet omhoog gooide. Dus ik heb gewoon geprobeerd om haar wat meer nagevelijk te laten lopen. En daarna heb ik de teugel langzamerhand wat langer gedaan. Waardoor ze op een gegeven moment helemaal met haar neus bij haar knieën liep. Waardoor dat er heel mooi uitzag. Nu ga ik naar huis toe, eten in bad en naar bed. En dan ga ik lekker slapen. Dan zie ik jullie morgen weer.
vandaag, weet ik niet meer wat vandaag het is, vrijdag. En, oh wonder, hier is het rijdenseizoen deels al begonnen. Dus onze blonde pony mag lekker de wei op. EcoStaal heeft de spierkracht ontwikkeld. Super gaaf spul. Blondie is daar een testpony voor geweest. En dat ging zo goed dat ze haar spieren heel snel opbouwde. Was echt super gaaf. Alleen toen was de testperiode voorbij en de spierkracht er niet. En toen viel ze heel snel af. Hebben we natuurlijk wel weer gelijk opgelost. Maar we zijn dus heel blij dat de spierkracht nu terug is. Blondie gaat daarover op spierkracht. Maar je gaat spierkracht ook oefenen met wie? Ja, ik ga spierkracht gebruiken met Kier. Dit is Kier Royaal. Bijna 5-jarige ruim van Dreamboy. Kier die heeft het als 4-jarige hebben we hem gewoon opgebouwd. En toen kwam hij heel snel heel mooi in zijn spieren. Toen hebben we hem van de winter wat rust gegeven, wat vakantie gegeven. Is hij afgevallen in spieren. En nu krijgen we hem eigenlijk best wel slecht weer in zijn spieren. Het duurt gewoon best wel lang. Dus we zijn super blij dat we dit mogen gaan gebruiken. Zeker na de geweldige resultaten die Blondie ermee heeft behaald. En wat moet Kier worden als die later groot is? Ja, Kier is al een sportpaard. Maar ja, nu staan natuurlijk de wedstrijden even stil. Kier moet zeker lichte toer moet hij wel gaan lopen. En we hopen natuurlijk meer. Dus we gaan naar spierkracht. En binnenkort gaan jullie dan van ons horen hoe het ermee gaat. Het is al net ruim de tijd om eventjes alle spullen klaar te maken. Want Blondie stond even een half uurtje op de wei. Toch is het niet gelukt. Daar is nu in ieder geval eventjes aan het rijden op Blondie. Zodat Blondie gewoon weer begrijpt hoe alles moet. Dat is het fijn als een pony aangereden wordt door iemand die wat verder in de sport is. Kijk, zie je, dan gaat ze weer opzij. Dan moet ze het zelf doen. Dat wil ze niet. Zie je dat? En daarom zegt nee, je gaat het zelf doen. Blondie heeft een stukje gereden. Dat ging eigenlijk wel heel fijn. Ik merkte wel dat Blondie vandaag ietsje moeite had met haar lijf loslaten. Ze liep wel fijn, maar ik voelde dat ze in haar lijf een beetje zo recht wilde en niet lekker kneedschummetje. Dus ik heb vooral veel voltetjes gereden en een beetje wijken en dan weer de andere kant op. En dat ging eigenlijk heel goed. Zelfs een stukje contragalop kunnen rijden. Dus ik was daar heel blij mee. Ik ga naar de kantine. Dat ik daar Tess nog even verder help. Dan doen we nog even samen een stukje. We doen hem nog even samen een stukje narijden. En dan. Ik ben wel heel tevreden. Ja, ik heb niet zoveel meer gefilmd van je les zelf. Dat kwam natuurlijk omdat Daan dan binnen zit en jij aan het rijden bent. En eigenlijk is het dan heel lastig filmen. Maar hoe ging het? Ja, het ging eigenlijk best goed wel recht met je hoofdkaart. Ja, omdat dat ding er allemaal te kort te vinden was. Het ging eigenlijk best wel goed. Dan zien we je ook niet, ja? Daan heeft eerst een rondje gereden en daarna heb ik gereden. Het was wel heel fijn dat Daan eerst even een rondje heeft gereden, want daardoor voel ik dingen meer. En ze hebben op de wei gestaan, dus dat was ook even heel erg lekker. Boris heeft even op de wei gestaan, die heeft vrij gehad vandaag. Ja, en nu is het alweer laat. Met corona merk je gewoon dat dingen vrij kort zijn. Je hebt gelijk, vrij kort zijn en dat we eigenlijk niet zoveel te filmen hebben. Dus sorry als de weekvlog wat kort is. Volgende week is er nog steeds corona. Gaat er eigenlijk niet zo heel veel veranderen. Dus ja, een beetje kortere weekvlog. En we hebben ook niks bijzonders volgende week. Nee, want alles is afgelast. Precies, dus ja, wekelijks rijden. Elke dag je dingetje doen. En we doen ons best er iets leuks van te maken voor jullie. Dus bedankt allemaal voor het kijken naar deze weekvlog. Allemaal heel veel sterkte. Stay at home als het kan. En was je handen, niet in je elleboog. Doe lief voor elkaar. Doe lief voor elkaar. En dan zien we jullie heel graag morgen zondag. Nee, morgen is zaterdag, zat. Ja, voor hun is het dan zondag. Nee, volgende week zien ze ons pas weer. Dus, tot morgen. Doeg!